Nederlandse werknemers die sinds de coronacrisis thuiswerken, doen dat vaak gebogen over keukentafels, wippend op eetkamerstoelen of onderuit gezakt op de bank. Door de coronaregels werken op dit moment heel veel mensen thuis. Thuis met een werkplek die niet zo goed is ingericht als dat ze op het werk hadden. Geen goede stoel, geen goed bureau, de zithouding is verkeerd en er ontstaan problemen in het lichaam. Ik heb een hele tijd op zo'n bal gezeten, het laatste jaar bij de bank, omdat ik het zitten op de stoel echt helemaal niet fijn vond. Het goed zitten, zitten op je zitbot is heel belangrijk. Dus daar wil ik vandaag kort aandacht aan geven. Heb jij al last van je rug of van je schouders of van je nek? Of misschien heb je nog geen last en wil je klachten voorkomen? Dan is deze video heel erg geschikt om mee aan de slag te gaan. En het gaat over bewustwording van de juiste zithouding. En het eerste waar je eens op mag gaan letten is, waar zit ik eigenlijk? Zit ik voor de zitbotten? Of zit ik achter de zitbotten? Of zit ik er precies bovenop? Zit ik meer op de rechterkant? Of zit ik meer op de linkerkant? Of zit ik netjes in het midden? Evenveel gewicht op rechts en op links. En als ik mezelf van opzij zou bekijken, zit ik dan met een holle rug? Zit ik netjes recht? Of zit ik met een bolle rug? Zit ik aan de bovenkant met een ronde rug? Of netjes recht? Of met mijn borstbeen heel erg naar voren? En hoe staat mijn hoofd? Staat mijn hoofd voor mijn schouders? Netjes bovenop mijn schouders? Of trek ik juist een enorme onderkin? Voel ik misschien ergens spanning in het lichaam? In de benen? In mijn romp? Mijn schouders? In mijn nek? Of in mijn armen? Hoe ontspannen zit ik eigenlijk? En dat waren 6 stappen om zelf te voelen hoe jij op je zitbotten zit. Best wel eens goed om daar bewust aandacht voor te nemen en het zelf goed te voelen. Natuurlijk heb ik over dit onderwerp ook weer een uitgebreide video gemaakt. Echt de moeite waard om nog te bekijken. Hij verschijnt aan het einde in beeld. En natuurlijk begrijp ik dat jij geen tip meer wil missen. Dus word lid van mijn YouTube kanaal. En ik zeg gewoon maar weer tot een volgende tip. Doeg!